Laatste ontwikkelingen zijn dat ze de dagvaart opvaren tot morgen uit hebben gesteld. Ja, dat is het eigenlijk, dat is het enige wat we weten. Het Zwijndrechtse bedrijf Rijncontainer ondervindt veel last van de stremming. 9 binnenvaartschepen geladen met containers liggen langs de kant. Dit is onze vloot die over de Rijn loopt. Hier clusteren de schepen zich samen omdat ter hoogte van hier de tanker ligt die gekapseisd is. Hier ligt ons schip de Aroma voor anker, ter hoogte van Bad Salzig. Daar start de sperring en op een uur varen ligt de tanker die gekapseisd is. De schippers hebben dubbel pech. Sinds vorige week kunnen ze niet varen vanwege het hoge water. En nu is daar nog het gezonken schip bij de Lorelei bijgekomen. Het is te gevaarlijk om het schip te passeren. Bokken liggen klaar om het schip te bergen. Maar ze kunnen door het hoge water geen bruggen passeren. Wat de schippers nu doen, liggen bij elkaar bij een terminal in afwachting tot hetgeen wat gebeurt. En we zijn nu bezig met onderhoud. Machines, ik kan zo gek niet verzinnen. Het water is aan het zakken met een gemiddelde van 2 centimeter per uur. Als het water op dit tempo doorzakt, dan mogen de schepen vannacht weer gaan varen, zij het langzamer dan normaal.